6 september aanstaande wordt de 18e editie gehouden van Ride for the Roses. Bij dit wielerevenement, waar Aalsmeer gastgemeente van is, rijden zo'n 12.000 fietsers mee met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF kankerbestrijding. Afgelopen maandag werden in de watertoren van Aalsmeer de routes gepresenteerd. Er zijn 3 routes inderdaad. Eentje van 25, eentje van 50 kilometer en eentje van 100 kilometer. Die van 25 en 50 die gaat over de fietspaden. De andere die rijden in pelotonsverband onder motorbegeleiding en politiebegeleiding over een afgezette route. En die route die loopt ongeveer vanuit Aalsmeer via Leimuiden, Nieuw-Vennep naar Haarlem, via Haarlem, Zwanenburg, Halfweg, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn en dan weer terug naar Aalsmeer. Ride for the Roses is een nationaal evenement en dat betekent dat er ontzettend veel geregeld moet worden voor alle mensen die naar Aalsmeer komen. We hebben heel veel ambtelijke capaciteit moeten we beschikbaar stellen. De route is natuurlijk al heel ingewikkeld, want het moet door de verschillende gemeenten heen. Wij hebben dat gecoördineerd samen met alle andere gemeenten. Maar daarnaast moeten we ook zorgen natuurlijk dat Aalsmeer klaar is om heel veel mensen te ontvangen. Om wetenschappelijk onderzoek naar kanker mogelijk te maken, blijven acties zoals Ride for the Roses heel belangrijk. In elke familie, elk gezin heeft wat te maken met kanker. Dat wetenschappelijk onderzoek is heel belangrijk om dat te voorkomen. Vandaar ook dat het gemeenschappelijke doel is zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel en om dat wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Vorig jaar is er, dacht ik, iets van 1,2 miljoen opgehaald. En dat is ten goede gekomen aan een project van binnen het KWF. Dit jaar hoopt de organisatie minstens zoveel geld op te halen. Inschrijven voor de wielertocht kan nog steeds. Kijk op www.ridefortheroses.nl voor meer informatie.